Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door EJ Music TV. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. Welkom bij wederom een aflevering van Clip en Klaar. Ik kreeg weer een bijzonder aangename mail met foto, dus ik was gelijk geïnteresseerd. Die mail kwam van een hele aardige jongeman, Sigurd. Een bijzonder aantrekkelijke jongen. En op een gegeven moment werd mijn aandacht toch getrokken in die foto door twee individuen die daarnaast stonden. En nu ben ik even Sigurd in dit geval, want ik sta nou in het midden, maar normaal gesproken mag hij hier staan. Dit zijn namelijk Lilian en Cecilia. Dat is Sigurd trouwens. Sigurd komt er voorbij ook, dan kunnen de mensen jou ook zien. Die zijn met z'n drieën, zijn ze partyboel. Zo, moet ik zo gaan? Ja. Oké, erbij hè. En die mailden mij of we een leuke clip zouden kunnen maken van hun nieuwe single. Do You Wanna Bump? Volgens mij kan dat wel. Kijk maar mee. I never worked a day in my life. Hey yo! When is the original Mr. C and the Sun Club crew? Ja, ik ben Siert. Ik kom uit Veldhoven, ben 22 jaar. Doorgaans leven ga ik werk ik. En ja, dit is gewoon drie keer niks. Soort bloepers. Ik ben Sigurd, ik ben 22 jaar, kom uit Veldhoven. In doorgaans leven studeer ik gewoon, werktuigbouwkunde in Eindhoven. En ik werk ook nog in de horeca. En ik ben een onderdeel van Partyboom. Mijn naam is Cecilia, ik ben 25 jaar, ik kom uit Deventer. In het dagelijks leven ben ik student aan de Universiteit in Utrecht. Ik volg daar de opleiding communicatiestudies. Daarnaast ben ik danseres, af en toe zing ik en acteer ik. En ik ben een onderdeel van Partyboom. De andere twee van Partyboom zijn Sigurd en Lilian. Nou, ik ben Lilian en ik kom uit Badmen. En in het dagelijks leven ben ik juffrouw voor een groep 6, 7, 8. En wat kan ik nog meer vertellen over mezelf? Ik geef nog balletlessen aan kinderen ook, aan kindergroepen. Ik doe veel met dansen en ik ben ook onderdeel van Partyboom. Nou, Partyboom is een groep met één heer, dat ben ik, en twee prachtige dames. Ik ben Amon Klerks, kom uit de Eersel. Ik ben van TN Muziekproducties, waar we het management doen van een drietal artiesten. Arno Lauwers, Tim Schalks en natuurlijk de nieuwe sensatie van 2007, Partyboom. Partyboom is een sensationele dansact, dansgroep met verschrikkelijke mooie mensen erin. Twee hele mooie dames, een hele mooie heer. En die zetten een geweldige dansshow neer met daaronder dus ook eigen nummers die geproduceerd en gemaakt worden. En die we hopelijk ook heel veel terug gaan horen in de discotheken, festivals, allerlei grote evenementen. Ik vind dat het maken van de videoclip lekker verloopt, lekker spontaan. Ja, allemaal ook heel fijne mensen die eraan meewerken. En zowel achter de camera als de producer, als de mensen van Partyboom zelf. Het is gewoon een en al enthousiasme en ik verwacht ook zeker dat het dadelijk in de clip terug te zien zal zijn. Oh, do you want a bump? Klinkt zo oosters, hè? Nou, wie bindt hier vandaag? We zijn vandaag in Eindhoven, omdat we vandaag ons eerste gedeelte van onze videoclip gaan opnemen. Onze eerste single heet Do You Wanna Bump? En daarom zijn we vandaag in Eindhoven. Nou, we zijn nu in de studio van Peter Woods, van Woods Fotografie. En mooie fotoshoot en alles. Oké, mijn naam is Peter van Hout. Ik heb een eigen studio in Eindhoven, Woods Fotografie. En verzorg heel veel fotografie voor met name Nederlandstalige artiesten. Maar het breidt zich nu steeds verder uit richting DJ, dat soort fotografie. En ik heb ook de fotografie gedaan voor Partyboom. Hey party people, it's party.
schiet ik digitaal. Dus we kunnen sowieso het resultaat direct terugzien. Meestertijds kijken we dan ook met de artiest in kwestie eventjes terug naar wat we geschoten hebben. En daarna krijgt het materiaal mee. En vervolgens wordt er een selectie gemaakt en die gaan we dan helemaal in de computer bijpoetsen. Nou, Cecilia is mijn beste vriendinnetje. Nu al vanaf het eerste van de MAVO delen we alles samen. Spannend, hè? Alles samen aan het delen. Dus ja, dat ga je er zeker in doen, hè? Dat dacht ik al. Lilian ken ik al bijna mijn hele leven. We hebben samen op de middelbare school gezeten. Wij dansen samen, we gaan samen uit. We doen eigenlijk alles samen. En Sigrid hebben we een jaar geleden leren kennen in een muziekprogramma. En daar hebben we samen gedanst. Oh, het is prima. Soms komt het heel handig uit dat je kan zeggen ik ben blond. Als je weer een dom antwoord geeft, dan is dat altijd handig. Toch? Ja, daar mag ik geen uitspraak over doen, want dan krijg ik scheve gezichten. Maar ik heb wel een lichte voorkeur voor blond. Nee, tijdens zo'n shoot ben je toch bezig om de mensen zo voordelig weg te zetten. En achteraf zie je eigenlijk pas wat je van tevoren gemist hebt. SMS TN naar 3669. En win hele mooie prijzen. SMS en win. Nou, dat ging niet echt gelijk, hè? Ja, SMS en weer. SMS TN naar 3669. En win hele mooie prijzen. SMS en win. De Schegg is een sport- en recreatiecentrum in Deventer. En wij hebben daar gebruik gemaakt voor de opnames van onze videoclip van het zwemparadijs. Daarnaast hebben ze nog meerdere sportactiviteiten en ook nog een ijsbaan. Iedereen kent de Schegg. In Badmen, niet alleen in Deventer, maar in de omstreken, iedereen kent de Schegg. Of ik daar iets over kan vertellen? Nou, het gaat over bumpen. En weet je wat dat is? Nou, dat is zo. Boom, je komt tegen elkaar. Mijn favoriete plek qua filmen. Dat is een goeie. Kijk, want we hebben een fotostudio in Eindhoven zijn we geweest. We hebben nog in Tilburg hebben we opnames gehad. En natuurlijk ook in Deventer. Maar ik denk dat Deventer toch wat leukst was. Onder de waterval, je kleren helemaal zeiknat. Vond mijn moeder natuurlijk niet zo leuk, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. De waterval vond ik eigenlijk iets minder, omdat ik lenzen heb. En dat was niet echt heel erg fijn. Het ging niet helemaal goed, maar uiteindelijk is het goed gekomen. Maar de waterval vond ik zelf iets minder. Maar als je heel goed kijkt, kun je dat ook wel terugzien in de clip. De gouden bikini van Cecilia hebben we samen gekocht en ja, toen we hem zagen, toen waren we eigenlijk beide direct verkocht. Die hoort gewoon bij Cecilia, een gouden sexy bikini. Marcel, dus onze dansleraar in Amsterdam. Daar hebben wij alle choreografie van geleerd. Echt super. En daar hebben wij heel veel uurtjes mogen spenderen om het allemaal te leren. Want kijk, voor mij gaat het niet altijd meteen de eerste keer perfect. Maar op zijn tijd dan gaat het steeds beter. En daar werken we gewoon heel hard aan.